Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een make-up doen slash kletsen video voor jullie. Ongeveer 3 maanden geleden plaatste ik ook zo'n video op YouTube en die werd zo goed ontvangen door jullie dat ik dacht, nou, ik ga het gewoon nog een keer doen. Nou, de intro zal ik kort houden, want tijdens de video zal ik genoeg met jullie kletsen, dus ik zeg, laten we snel beginnen. Ik begin as usual met mijn 2 foundations en mijn beauty blender. Meestal doe ik zo'n 3 pompjes van die van Catrice op mijn hand. En dan nog een heel klein beetje van de True Match. Omdat True Match gewoon echt super fijn is en super goed dekt. Maar de kleur is gewoon te donker voor mij. En die van Catrice is wel goed. Maar volgens mij heb ik het al 100 keer in video's verteld. Nou, dan meng ik het een beetje zo met mijn vinger. Smeer ik het af. Dan ga ik lekker met mijn beauty blender in. Zo, met de zijkant erin. En dan ga ik deppen op mijn wang. Tot het een beetje egaal wordt. En over een egale huid gesproken. Mijn huid gaat de goede kant op sinds ik de skincare routine aanhoud die ik nu zo'n 2 weken doe. Want ik reinig mijn huid gewoon 's ochtends en 's avonds echt zeg maar intensiever dan eerst. En vooral Lush Crease Lightening maakt echt heel erg veel verschil. Dus mocht je die video nog niet gezien hebben, zal ik het eventjes in de beschrijving zetten. En mijn artikel over Crease Lightening van Lush ook, omdat het is echt een heel erg goed product tegen onzuiverheden. Sowieso over alle producten die ik in deze video gebruik. Of de producten waar ik over praat, of video's, of alles, zal ik eventjes in de beschrijving linken. Ik heb laatst op mijn blog een update geplaatst over All About Leonie, over mijn blog en mijn YouTube kanaal. Maar ik heb het op YouTube niet verteld, dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Nou, misschien heb je het al gemerkt, maar mijn video op vrijdag ga ik ook om 6:00 plaatsen, net als alle artikelen op mijn blog. Dat leek me wel zo logisch. En dan kunnen mensen het ook 's ochtends voordat ze naar hun werk of school gaan bekijken. En verder wil ik nog wat vaker een video plaatsen, want ik doe het nu elke vrijdag dan om 6:00 vanaf nu. Maar het lijkt me ook wel leuker om door de week nog een extra video te plaatsen. Alleen ik heb het gewoon wel druk met school en werk, dus ik weet niet zo goed wat voor video's. Maar lijkt zelf unboxingen leuk voor tussendoor en misschien first impression video's. Maar als jij nog ideeën hebt, laat het dan zeker achter bij de reacties, want het lijkt mij heel erg leuk om vaker een video te plaatsen. Dus als jou het leuk lijkt, laat het maar eventjes weten. Nou, 3 maanden geleden was dus mijn eerste make-up doen en kletsen video. En die werd zo goed ontvangen dat ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer doen. En waar ik het toen over had, was dat ik aan Pretty Little Liars begonnen was. En nu ben ik aan Scream Queens begonnen. Ik ben nog niet klaar met Pretty Little Liars, maar ik had gewoon wel zin om nog een serie te kijken. En als je een beetje tegen bloed kan, is Scream Queens wel een aanrader. Bijvoorbeeld Ariana Grande speelt erin en Nick Jonas. Dus het is echt heel erg leuk. Ik heb nu 2 afleveringen gezien. En tot nu toe vind ik het een aanrader, maar ik weet natuurlijk nog niet hoe het verder gaat. Wat ik ook in mijn vorige kletsvideo zei, is dat mijn school toen bijna begon. En nu zit ik dus al 3,5 maand op mijn opleiding. Ik heb bijvoorbeeld al mijn eerste tentamenweek gehad. En ik heb al mijn tentamens gehaald. Van al mijn verslagen heb ik nog niet mijn cijfers terug, maar ik weet in ieder geval dat ik er eentje over moet doen. Maar goed, dat komt helemaal goed. En na de kerstvakantie heb ik alweer mijn 2e tentamenweek, dus het gaat echt super hard. Maar ik studeer nu Media en Entertainment Management en ik vind het echt een hele leuke opleiding. Oh, ik vind het echt een leuke video om op te nemen, maar net als de vorige keer breng ik mijn make-up echt een stuk lelijker aan dan wanneer ik niet praat. Maar goed, alles voor de video en voor mijn lieve bezoekers. Tijd voor concealer en ik besef me net dat die bijna op is en dat ik vergeten ben een nieuwe te kopen. Nou, dit is de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Super fijn, super budget, echt een aanrader. Oeh, en als deze video online komt, dan is het 4 december. En dat is bijna 5 december. 5 december is Sinterklaas. En ik ga dobbelen met Patrick en zijn broertje en zijn zusje en zijn ouders. Laat maar achter bij de reacties wat jullie gaan doen, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Vier je überhaupt Sinterklaas of doe je meer aan kerst of allebei? En wat ga je met oud en nieuw doen? Ga je op vakantie in de kerstvakantie? Let me know. Oh ja, en ik zie mezelf nu natuurlijk, want ik kijk in een spiegel en in mijn camerascherm. Maar ik ben naar de kapper geweest en mijn haar is een stukje korter. Want het was geblondeerd door Laura en het was echt heel erg mooi hoor. Maar mijn haar was al een beetje zwak toen. En blonderen is nou eenmaal niet zo goed voor je haar, dus mijn haar was helemaal droog. En mijn haarkleur lijkt een beetje geel op camera, maar ik beloof je dat het in het echt er veel mooier uitziet. Dat komt denk ik door mijn lampen die op mijn gezicht staan. Maar ik, ja, het is dus een stuk korter dan ik eigenlijk verwacht had, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Dus dat is nice. Weer een keer wat anders.
Nou, ik vind het zo prima. Dan ga ik nu even gezichtspoeder erbij pakken. En het kan natuurlijk niet anders dan de Essence All About Matte Fixing Powder. Ik ben heel erg benieuwd dat als deze video online komt of ik al de 3000 abonnees zit. Want in mijn Snapchat Q&A video kon je zien dat dat eigenlijk mijn doel was om te bereiken in 2015. Ik denk eerlijk gezegd dat ik nog niet op de 3000 abonnees zit op 4 december. Maar we gaan het allemaal zien. Ik denk wel dat het voor 31 december lukt. En dat vind ik echt heel erg leuk. Want het is niet zo dat ik gewoon dan 3000 abonnees heb. Maar het zijn gewoon echt 3000 mensen die op de abonneerknop gedrukt hebben. Die heel erg graag mijn video's kijken op vrijdag. Hele lieve reacties achterlaten. En het is niet zo'n getal van 3000. Nee, 3000 mensen zijn echt superveel. Het zijn meer mensen dan op mijn middelbare school zaten bijvoorbeeld. Echt. Als je het je zeg maar voorstelt hoeveel mensen 3000 mensen zijn. Het is echt bizar. Zoveel mensen. Ik ben echt heel erg blij met elke abonnee die ik heb. Tijd voor mijn wenkbrauwen met het Catrice wenkbrauwsetje. Ik kam ze eerst even door. Ja, in deze video ga ik er niet heel diep op in hoe ik alles aanbreng. Maar mochten jullie bijvoorbeeld als extra video mijn wenkbrauw en... Mijn wenkbrauw en wimperroutine willen zien. Laat het me dan weten, want dan kan ik dat opnemen voor jullie. En de insteek van deze video is gewoon dat ik met jullie klets. En ik stel jullie echt nu al best wel veel vragen om dingen achter te laten in de reacties. Maar als je dat laat weten, dan reageer ik gewoon op je ook. Dus dat is heel erg leuk. Het is niet een kletsvideo, maar echt ook in de reacties kletsen we gewoon gezellig verder. Oh, en als mijn stem een beetje raar klinkt, want dat idee heb ik dat ik een beetje schor ben. En ik klink volgens mij ook een beetje buiten adem. Dat komt doordat mijn moeder al 2 weken heel erg griep heeft. En volgens mij heeft ze me een beetje aangestoken. Ik voel me ook niet helemaal fit. Ik heb het steeds warm en dan weer koud. En kippenvel en stijve spieren. En oh god. Dit bedoel ik. Ik ben wel een vrouw, maar 2 dingen tegelijk. Dat werkt echt niet bij mij. Dit is echt een van mijn favoriete video's om op te nemen. Ik vind het zo leuk. En ik had helemaal niet verwacht dat jullie het ook zo leuk zouden vinden. Maar die vorige video is zo goed bekeken. Iedereen reageerde er vet leuk op. Dus ik dacht, nou, ik voel me nu niet zo fit. Wat kan ik gaan doen? Een kletsvideo. Ik weet niet of ik het op YouTube gezegd heb. Maar All About Leonie bestaat dus ongeveer een jaar nu. Iets meer dan een jaar. En ik zou het heel erg leuk vinden als je weer bij de reacties achterlaat wat jij mijn leukste video of artikel vond in het afgelopen jaar. Dit is trouwens de welbekende Essence Wenkbrauw Gel. Dit vind ik er altijd zo raar uitzien dat mijn wenkbrauwen al bijgetekend zijn. En dat ik nog helemaal geen dingen op mijn wangen of op mijn ogen heb. Dan zijn mijn wenkbrauwen zo opvallend. Anyway, ik ga nu bronzer aanbrengen. Daarvoor gebruik ik de bronzer uit dit paletje en de blushkwast van Real Techniques die echt gewassen moet worden. I'm sorry. En zeg maar, video's die ik nog heel graag wil opnemen zijn een avond- en ochtendroutine. Maar het is gewoon best wel lastig om het in je eentje op te nemen, omdat het echt super veel werk is. En het in heel veel ruimtes in mijn huis gefilmd moet worden. Maar laat het me weten bij de reacties als je dat wil zien. Want het lijkt me wel super leuk om een keer te maken. Want die video's vind ik altijd super leuk om te kijken. Maar het is gewoon echt belachelijk veel werk om te filmen. Nou, ik vervaag het geheel een beetje met deze super uit elkaar gevallen poederkwast van Hema. Ik moet echt een nieuwe gaan kopen hiervan. Hij is volgens mij al langer stuk dan heel. En een ander gekkigheidje wat ik de laatste tijd doe is mijn wimperkruller opwarmen met mijn föhn. En dat ik daarna mijn wimpers krul. Is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als dat je je haar bijvoorbeeld stijlt of krult. Dat doe je ook niet met een koude tang. Als je dit na gaat doen, pas dan wel op dat je niet je oog verbrandt ofzo. Ik zal eventjes de video van Nikki Tutorials hieronder zetten, want daar heb ik het van geleerd. Oh my god, waarom is mijn wimperkleur helemaal niet warm? Nog een keer. Weet je wat ik altijd heel leuk vind? Om daily make-up routine van mensen te kijken. Favoriete mascara ever? Catrice Glam & Doll, die ga ik nu aanbrengen. Oh, ik ben echt zo buiten adem, omdat ik me niet lekker voel. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe lang deze video wordt. Of die echt super lang wordt. Of dat het gewoon super lang voelt en dat het eigenlijk helemaal niet zo lang wordt. Oh, kunnen we het trouwens nog even hebben over Justin Bieber's nieuwe CD? Echt, dat hij zeg maar net bekend werd, zat ik in de brugklas of zo. Of groep 8 zelfs, I don't know. Dus echt super harde belieber met Baby en One Time. Nou, toen daarna dacht ik, jeetje, wat is er met die jongen aan de hand? Helemaal geen fan meer. Vond hem gewoon niet eens meer leuk. Oké, wacht. Ik ga even mijn wimperkruller weer warm maken en dan ben ik weer terug.
Ja, en toen bracht hij dus zijn album Purpose uit. En oh my god, ik vind gewoon bijna elk nummer dat erop staat zo leuk. En ook als hij live zingt, zijn live versie van Sorry bijvoorbeeld. Oh my god, hij is echt weer helemaal back. En ik denk dat ik weer een belieber ben. Nou, als je nog meer tijd over hebt en zin hebt om een reactie te maken, laat me dan weten wat je favoriete Justin Bieber nummer is. Misschien zelfs wel een hele oude, zoals Baby. Of van zijn nieuwe album. Of uit de periode dat ik hem helemaal niet leuk vond. Geen idee wat voor muziek hij toen gemaakt heeft. Oh ja, ik heb trouwens laatst een bestelling geplaatst op Black Friday bij Stradivarius. En dan denk je misschien Stradivarius, dat is best wel een winkel die qua prijs vergelijkbaar is met H&M. Ik had deze week al een unboxing van Trend King geplaatst. En waarschijnlijk komt er volgende week ook een shoplog of unboxing online. Dus ik dacht, ja, als ik ook een shoplog van Stradivarius ga doen, dan wordt het misschien heel erg veel. Maar mocht je het wel willen zien, alsnog, en heel veel mensen zeggen, ja, ik wil het ook zien, laat het maar weten bij de reacties. Alweer, ja, sorry. Dan kan ik misschien nog een extra video opnemen, maar ik kan het ook in artikelvorm op mijn blog doen. Dus let me know. En is nu tijd voor highlighter. En natuurlijk ga ik dat met Soft & Gentle van MAC doen. Ik heb de laatste tijd best wel snel een vet en glimmend huidje, dus highlighter breng ik niet meer zo vaak aan. Maar voor deze video kan ik natuurlijk wel. En trouwens, om de look af te maken, ga ik MAC Diva opdoen. Een hele mooie donkerrode matte kleur van MAC. Waarom? Dit is helemaal niet Diva. Ik pak Ruby Woo. Ik heb hem verkeerd teruggezet. Dit is Diva. Een mooie rode streep op mijn lip. Mocht je meer informatie over Diva willen, het linkje staat in de beschrijving. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik was heel lang aan het twijfelen om Diva te kopen. En toen All About Leonie een jaar bestond, dacht ik, dit is een goede reden om hem eindelijk te bestellen. Maar goed, dit is de uiteindelijke look. En ik vind hem eigenlijk best wel mooi geworden. Misschien leuk voor Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Het is best wel simpel, maar toch door deze lipkleur wel feestelijk. Nou, alle 1000 miljoen vragen die ik gesteld heb, zou ik heel erg leuk vinden als je erop reageert in de reacties. Of iets anders, dan klets ik daarover gewoon gezellig met je. Zou ik het nog heel erg lief vinden van je als je een duimpje omhoog doet. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op me, kan je dit ook altijd doen. Daarnaast kan je me nog volgen op Snapchat, dat is niet Leonie. Twitter, Facebook en Instagram, dat is allemaal All About Leonie. En dan wil ik je nog heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot volgende week bij mijn nieuwe video. Doei!